Wij zijn heden te gast bij de Sociëteit Witte in Den Haag voor de 22e bijeenkomst van de UVT-Sociëteit, of zoals het in de toekomst gaat heten, Tilburg University Society. Wij hebben als thema gekozen het publiek leiderschap, dus zeg maar leiderschap in het publieke domein. Dat is een heel actueel thema tegenwoordig, in vele landen, maar ook in Nederland. En we hebben twee eminente sprekers. De eerste spreker is professor Erik van der Loo. Die is professor of leadership aan TIAS Business School. En daarnaast ook clinical professor of leadership aan INSEAD in Fontainebleau. En die zal het hebben over de grenzen van leiderschap. En de tweede spreker die we hebben is professor Klaas Knot. President van de Nederlandse Bank. Lid van de Raad van Bestuur, de Governing Council van de Europese Centrale Bank, en die zal in zijn tweede inleiding op de vragen die gesteld zijn door Erik van der Loo ingaan en zijn visie geven hoe hij opereert in het spanningsveld, het moeilijke spanningsveld waarin een president van de Centrale Bank tegenwoordig moet opereren. En daarna hebben we natuurlijk een plenaire discussie, weer onder de bekende Chatham-House Rules, en dan zal iedereen gewoon zijn mening geven en dan zullen beide inleiders daarop reageren. Sigmund Freud stelde al de hele relevante vraag: is leiderschap eigenlijk een onmogelijke opgave, net als ouderschap? Dat je iets begint waarvan je van tevoren eigenlijk al weet, ik krijg het nooit helemaal goed. Waarom is dit zo lastig, leiderschap? Je hebt te maken met enorme tegenstrijdigheden, onzekerheden, onvoorspelbaarheden. Die los je niet op met macht en deskundigheid alleen. Je moet wijsheid organiseren, je moet de verwachtingen en angsten van anderen en van jezelf kunnen hanteren, weerstaan en blijven denken. En niet gebukt gaan alleen onder de onmogelijkheid en misschien ook geruststelling vinden in de uitspraak. Ook vanuit de psychoanalyse die zei, het gaat er niet om om perfect te zijn, maar goed genoeg. Als je goed genoeg bent, dan doe je het eigenlijk zeer goed. Leiding geven met je hart, liefdevol, in contact met de anderen, blijven denken en de risico's nemen die daarbij horen. Ik ga het vanavond hebben over leiderschap binnen de publieke instelling de Nederlandse Bank. Daartoe ga ik spreken over de rol die de Nederlandse Bank vervult in het Nederlandse maatschappelijke bestel, de stakeholders waarmee het te maken heeft, de manieren waarop wij invulling aan geven aan onze rol, de rol die onafhankelijkheid daarbij speelt, de balans tussen korte termijn en lange termijn, de balans tussen insiders en outsiders, hoe je al deze verschillende belangen op één noemer brengt en hoe je probeert binnen zo'n omgeving een consistent en herkenbaar beleid uit te dragen. Omdat consistentie en herkenbaarheid uiteindelijk bijdraagt aan geloofwaardigheid. En dat is het grootste activum wat wij als de Nederlandse Bank hebben. Leiderschap draait in de kern om vertrouwen. Het gaat over relaties tussen mensen en over de gezamenlijke doelen die je wilt bereiken. En dat is zeker in een academische gemeenschap ontzettend belangrijk. De relaties tussen mensen, de manier waarop je elkaar kunt vertrouwen en de doelen die je met elkaar stelt. Dat is denk ik in de kern leiderschap.